Hallo? Zie je de deur? Is daar iemand? Oh! Alright, kleine showcase. Je weet toch, zeg maar, van die beauty vloggers. Die gaan naar de Primark of die gaan naar de make-up winkel. En dan gaan ze showcase, bro. Wij gaan naar de Quick. En wij showcase dat. Oké, ik ga lekker met mezelf beginnen. Ik heb deze nog nooit eerder gehad. Dus it better be good. We hebben van de Quick de Supreme Bacon. Dit is een monster. Bro, wat zei je nou net? Je vindt niet lekker. Nee, ik ben een beetje matig, man. Kijk, weet je wat het ding is? Ik wou eigenlijk naar de McDonald's, toch? Maar jullie bacon burger, deze is echt lekker, man. Er is genoeg bacon. Het is een echte baconburger. Maar ik moet ook zeggen, jouw kip zag er ook niet zo nice uit, man. Dit lijken wel een soort van mislukte vingers. Ja, het is een beetje droog, man. Bro, mag ik op jouw bed springen? Van mij mag het. Van jou mag het. Let's go! Oh. Als wij water nemen in een restaurant of ergens in een supermarkt, dan zeggen wij bijvoorbeeld spa blauw, toch? En dan bedoelen wij dus spa zonder prik. En deze noemen wij dan spa rood, want dat is spa met prik. Belgen noemen spa zonder prik, water zonder prik, plat water. Plat. Bro, wat is dit dan? Is dit dan bolwater? Ik weet het, dat is gewoon een ding in België. Magnetron is microgolf. Stekker of stopcontact is priezer. En zo kan ik nog 10 dingen bedenken. Schoonmaken is kuisen. Ik vind het prachtig. Alleen al om die woorden is voor mij genoeg reden dat ik naar Antwerpen ben gegaan. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind die hotelgangen altijd zo angstaanjagend. Het is gewoon echt zo'n typisch scenario dat daar dan ineens een spookmeisje staat. Of dat daar ineens iemand achter je aankomt rennen. Maar gelukkig is hier mijn hotelkamer. En dat is best grappig, want die andere dude die zit dus letterlijk hier zo. Bro. Yo, heb je water? Oh, ik was naakt, Hans. Ik dacht... Ja, dat ga ik niet open doen, hoor. Was je naakt? Ja. Hij is naakt. En nu niet meer, maar... En later, man. Dat is een grapje, man. Hij is gewoon een doodgast. Hij is... Tot zo, hè. Tot zo, man. Oh, hij zegt ik ben naakt. Ik ga stuk. Als het goed is... Ik heb het wel eens een keer gehad dat mijn hotelkamer letterlijk niet open was, maar nu wel. Dat is echt heel creepy trouwens, like no joke. De badkamerdeur stond wel open. Als hier iemand is, ik ben een jongen met een camera. En ik kan de camera gooien, dus ik zou niks doen. Ga ik in bad of ga ik douchen? Dat is de vraag van vandaag. Ik ga helemaal niks doen. Ik ben een vieze jongen. Ik ga douchen. Serieus, ik hou echt niet van in bad zitten. Zeg, maar soms ga ik samen met Soraya in bad. En dat gaat er dan meestal zo aan toe. Na 10 minuten zit ik zo. Het water is lauw, ik wil eruit. En Soraya zit zo. Laten we nog een half uur erin blijven. Ik heb er niks mee. Ik kan niet de enige zijn. Ik vind in bad zitten echt niet leuk. Ik vind douchen leuk. Dat is gewoon constant warm water over je lichaam. Je naakte lichaam. Maar wat zeg ik allemaal? En deze dingen die neemt Soraya altijd mee. Wat op zich geen diefstal is, want je mag het gebruiken, toch? Ik moet zeggen, ik vind het wel echt een mooie kamer. Alleen, het uitzicht in de andere kamer was wat minder. Nou, dit ziet er goed uit, hoor. Het is eigenlijk een soort van New York, maar dan net niet. Oftewel Antwerpen. My name is Dutch Schuber en I like hotel rooms. Ik ben klein, maar de kamer is groot. Hey, chocomel. Oeh, karamel. Is dit chocomel? Hot chamel. Ik heb zin in chocomel, maar ik ben ongeduldig. Dus ik doe het gewoon zo. Nou, ik vind het best wel lekker. Stel voor, ik zou nu een schoolfoto maken. Hey, ik vond het erg. Dat is echt heel erg. Het smaakt wel heel lekker. De binnenkant van mijn mond smaakt fantastisch. Dit is de reden waarom ik eigenlijk geen hotelkamer moet boeken. Kleine tip trouwens. Als je in een hotel bent of je gaat ergens naartoe, neem altijd je eigen drink en je eigen broodjes mee. Vaak als je ergens een broodje moet halen in de stad, bioscoop, hotel, wat dan ook, is mega duur. Dus ik neem eigenlijk altijd mijn eigen eten en drinken mee. En ik weet niet waarom ik dit zeg. Ik heb vanmiddag boodschappen gedaan, soort van. En ik heb een aantal producten meegenomen die ik nog nooit eerder in de supermarkt had gezien. Om ze te proeven in de video. Want ik weet dat soms zie je dingen liggen in de supermarkt en dan denk je letterlijk bij jezelf, oh dat wil ik graag proeven, maar waarschijnlijk neem ik er één hap van en dan hoef ik het niet meer, dat is zonde van mijn geld. En dan komt SuperTuber die het wel koopt, want hij is een idioot. En dan hoef jij het dus niet te kopen. Deze vreemde Fanta, geen promotie, en dit is een Fanta Mystery Flavor, dus we weten niet waarnaar het smaakt totdat we het in ons keelgat gooien. Ik denk echt dat dit niet te zuiver gaat zijn. Het lijkt wel op dat water wat je krijgt als je je mond hebt gespoeld met tandpasta. Dat is geen compliment. Er zit een barst in het glas. Oh, dit is echt weer veel te zoet. En als ik dat zeg, dan is het zoet. De smaak is overduidelijk druif. Ja. Ik heb ook deze gekocht. Dit zijn Red Velvet Cookies. Ik hou van die Amerikaanse koekjes en deze zijn rood. Dus ik heb ze meegenomen. Je vraagt je misschien af, Job, zit je nog niet vol van alles wat je net hebt gegeten? Ja, maar dit is voor de wetenschap. Oh my gosh. Op de verpakking zien ze er wel wat beter uit, man. Ik ga niet voor je liegen. Oké, proost. Oh, ik had gehoopt dat ze zacht zouden zijn. Ze zijn hard. Ik vind ze niet zo heel speciaal. Je hebt zeg maar ook die hele goedkope chocoladekoekjes. Voor iets van 40 cent voor een heel pak. Deze waren meer dan 2 euro. En die vind ik veel lekkerder. Dus goedkoop is lekkerder. Daarom ben ik lekker. Ik geloof ook niet dat Red Velvet een smaak heeft. Het is gewoon red en velvet. En schijnbaar zijn deze ook nieuw. Trouwens, ik vraag me iets af. Waarom film ik dit in een badkuip? Nee, serieus. Mini koekjes met Milka chocolade. Oh, deze zijn echt cute. Super schattig om in mijn buik te stoppen. En dit kan toch bijna niet fout gaan? Dit kan zeker niet fout gaan. Ze zijn lekker oké. Dat probeer ik duidelijk te maken. Geen promotie, maar toch de winnaar. En nu ga ik douchen.
geen commentaar. Dat was de allerergste douche ooit. Geen grap. Nummer 1. Hij werd niet warm. Of tenminste, gloeiend heet of ijstijd. Echt letterlijk. Het was gewoon de ijstijd koud of het was gewoon vulkaan heet. Ik was maar aan het draaien. Gloeiend heet, ijskoud. Gloeiend heet, ijskoud. Naar. Dus ik heb er 3 minuten onder gestaan. Is op zich genoeg. Ik ben schoon. Ik heb laatst dit ding gekocht. Het is een pak met lampjes. Ik ga hem aantrekken. Ik geef licht en ik ben er trots op. De grote vraag is, werkt dit ook in het donker zoals het op de verpakking staat? Oh snap, dit werkt goed. Ik ben een lampman. Ik doe precies wat een lamp kan. Ik ben een lampman. Ik ben een lampman. Ik ben gestoord en ik zing in mijn eentje op de badkamer van het hotel. En mensen bellen zo meteen de balie om te zeggen dat ik gek ben. En dan word ik eruit gehaald en betaal ik een boete. Dat is dan al de 3e keer deze week. Ik ben echt benieuwd wat mensen doen als ze Landman weer herkennen. Oh, Landman ging even stuk. Hallo. Het is Landman in zijn hotelkamer en Landman gaat slapen. Landman! Hé, hey, maar eerlijk, ziet het er op het klepje uit alsof ik echt zo'n stickman ben? Oké, maar als ik heel snel ga rennen, ik ben benieuwd of hij dat volhoudt. Oh. Oh, doe snel het licht aan, doe snel het licht aan, doe snel het licht aan. Waar is dat ding? Oh. Zo, bro. Gast, ik ben tegen die lamp aangevallen. Oei, is kapot. Maar ik heb wel een nieuwe hoed. Oh. Oh, maar even serieus, wat is er gebeurd? Oh nee, lampman. Is kapot. Oh nee, lampman. Ik heb genoeg lichtjes, dus ik kan op zich aan de hotelbalie aanbieden dat ik hier gewoon zo ga staan voor de volgende gasten. Maar ik weet niet of ze dat goed vinden. Oh man. Oh, lampman heeft alles weer verpest. Dat is mijn alter persoon. Lampman doet altijd alles fout. Oké, wat moet ik nu doen? Ik loop gewoon letterlijk nu zo naar de balie en ik zeg niks. Zouden ze weten wat er is gebeurd? Nee, ik denk het niet, man. Maar kun je dat niet draaien eraan? Nee, bro, gast, kijk dan. Kijk die achterkant. Oh, maar je kunt het wel aandraaien. Probeer eens. Lampman gaat er vandoor. Adios. De lamp is weer gefixt. Thanks to Lampman. Eigenlijk de balie. Mijn allereerste keer VR. En we gaan gelijk met horror beginnen. Ik doe mijn pet even af. Let niet op mijn haren. Ik kom net uit de douche. Oké, man, daar gaan we. Ik kan beter die pet ophouden, man. Pet werkt beter. Daarom draag ik altijd petten. Alright, ik zit in de kamer. Ik heb hier een cupcake. Ik kan hem choppen. Iemand belt mij, man. Hallo? 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 Ik heb wel zin in mijn drinken. Nee, ik wil niet met jou praten, vriend. Stil. Camera 7, ik zie niemand. Oké, we hebben hier Freddy, Bonnie en Chica. Camera 18 hebben we een lege hal. Hier hebben we niks, hier hebben we niks, hier hebben we ook niet zoveel. Er is wel wat, maar ik zie geen monsters die mij met huid en haar willen opeten. Ik kan alleen helaas de rechterdeur niet openen, want daar is een hotelgordijn. Dus we moeten het even doen met de linkerdeur. Oké, licht aan. Hallo? Zie je de deur? Andere. Is daar iemand? Oké, er wordt gebeld. Ik heb geen zin om te praten, dus die zet ik alvast uit. Hier hebben we de 3 bad guys. Hier hebben we niks. Het is trouwens 12 uur 's nachts, dat zie je daar. Ik heb hier een propje en ik kan goed basketballen. Oeh, nice. Als ik nu de telefoon oppak, hoor ik dan iemand? Nee, ik wil niet met jou praten, doei. Oh, wacht, er ligt ook gewoon echt hier iets, een doos. Kan ik die openen? Sorry jongens, het is lastig te zien. Dit is mijn allereerste keer virtual reality, dus ik moet die dingen even doorkrijgen. Of niet cupcake. Of niet cupcake. Mwah, dat is heel raar. Ik heb nooit een cupcake gekust, maar mwah, het smaakt naar glazuur. Mwah, doei. Nice. Ja, ik kan dus die echt niet. Oh, wacht, het lukt. Oh, ik zie de cupcake liggen. Ik doe de deur dicht, man. Ik wist niet dat die open stond. Bunny, die is niet in de building. Nee, Bunny is nergens te bekennen. Nou, doe ik even de deur open. Iemand die met mij wil praten. Ah! Oh, snap. Hij kwam me letterlijk aanrennen. Ik deed net altijd de deur dicht. Oh, nee. Nee, ik weet niet. Hij doet de deur open, denk ik. Hé, ik ga niet voor je liegen. Het gaat best goed. Oh, nee. Chica is ook weg laat, maar het gaat niet goed. Waar is Chica? Chica, mijn chickie. Chica, mijn chickie. Oh, Chica. Doe even normaal, jij. Not cool, man. Not cool. Ik ga deze deur weer 1 keer open. Hé, hey, kom maar. Ik ga weer op tijd alles dicht doen. Oh. Oh, dat is kapot, eng. Ik doe echt letterlijk net op tijd. Kom dan, als je kan. Je gaat me toch niet... Oh, kapot eng. Ik ben net op tijd. Echt net op tijd, hè. Echt net op tijd. Ik heb een propje. Ik ga hem op Bunny gooien. 3, 2, 1. Pel, op als ik naar achter kijk. Dus... Oh my gosh, wat is er gebeurd? De elektriciteit is uitgevallen. Oh, snap. Wat is er gebeurd? Oh, het is gewoon... En ja, toen was ik er echt klaar mee. Ik kan niet meer slapen. Adios.